We staan hier met Niels Hezelmans van de Pleegzorg Provincie Antwerpen. Die hebben vanavond in samenwerking met onze communitywerking een, een speciale avond georganiseerd voor 25 pleeggezinnen. Vertel eens, Niels, hoe was het? Ja, dat klopt. Het was inderdaad echt heel fantastisch. We hebben 100 pleegkinderen, pleegbroers en zus en pleegouders op bezoek gehad hier in het stadion, het Bozel, Bozelstadion, uh, en ze hebben heel hard genoten van de wedstrijd. Um, ze hebben er echt een geweldig feestje van gemaakt, ze waren allemaal uh, in de wolken met de uitnodiging en de bedanking eigenlijk van uh, Antwerpen om uh, ja, onze pleegouders een, een hart onder de riem te steken voor uh, alles wat dat ze doen, vooral dan het, uh, het opvangen van een kind van iemand anders, uh, en dat vonden ze echt geweldig. Want ja, inderdaad, het is niet vanzelfsprekend, zo'n pleeggezin en de werking daar rond. Want er is op dit moment ook nog wel nood aan extra pleeggezinnen. Ja, absoluut. In de provincie Antwerpen zijn er op dit moment ongeveer 200 kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen. Het zijn dus mensen die, die die kinderen een warme thuis schenken. En daarom zetten we er samen met Voetbalclub Antwerpen ook onze schouders onder om die zoektocht wat extra glans mee te geven en wat extra kracht mee te geven. Ja, in januari wordt er een, een infoavond georganiseerd op de Bosel. Uh, hoe gaat dat verlopen? Ja, absoluut. Dus, uh, we doen een heel warme oproep bij, bij de supporters. Daar zitten ook heel wat jonge gezinnen uh, bij uh, en anderen natuurlijk, uh, ook alleenstaanden uh, kunnen steeds een, een pleeggezin worden of pleegouder worden. Uh, dus daar doen we een warme oproep bij om uh, op 24 januari hier in het Boselstadion. Een heel vrijblijvende informatieavond komen volgen waar we pleegzorg een beetje gaan uitleggen aan, aan iedereen die geïnteresseerd is. Iedereen die uh, een kind een, een veilig en een warm plekje wil geven in zijn thuis. Dat klinkt fantastisch. Uh, komen jullie nog terug op de Boswel? Ik hoop inderdaad dat we, dat we nog eens een match mogen meepikken, want het was echt helemaal geweldig. Absoluut.